We herdenken hier eigenlijk het einde van de officiële einde van de Tweede Wereldoorlog. En dat kennen wij in Nederland als op 4 mei. Dan hebben wij de dodenherdenking. Maar in die periode in 1945 was er nog oorlog in Azië. En met name in ons Nederlands-Indië, wat toen nog bij het Koninkrijk hoorde. En pas op 15 augustus 1945 is daar door de Japanners is de capitulatie ingegaan. En dat herdenken we eigenlijk. En dan, 76 jaar later, mag het de eerste keer zijn voor een dergelijke herdenking in Hoogeveen. De landelijke herdenking is elk jaar in Den Haag. Het is de eerste keer dat in Hoogeveen een lokale herdenking is georganiseerd. Ik denk dat als je het lokaal doet, dat dan de verbondenheid misschien nog wel groter is. En het zou misschien wel meer lokaal moeten dan wanneer je dat alleen maar in Den Haag doet. Daarnaast weet ik dat er een vrij grote Molukse samenleving hier in Hoogeveen bestaat. Waar een heleboel mensen met knielachtergrond natuurlijk ook directe verband hebben met deze herdenking. Dus vandaar eigenlijk dat we dachten van dit moeten we eigenlijk in Hoogeveen gaan organiseren.